En het aantal doden als gevolg van het COVID-19-virus is gestegen naar 26. Een persoon is gisteren vanuit Nieuwmond dood binnengebracht op de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis. En de 25ste persoon die het leven liet, gaf de geest op de intensive care van het Sint Vincentius Ziekenhuis. De teller van het aantal doden op de COVID-19-website stond vanmiddag nog steeds op 24. Gisteren zijn 40 personen genezen verklaard, terwijl er 27 besmette gevallen bij zijn gekomen. Momenteel worden 11 personen op de ICU, dat is de intensive care, behandeld. Het aantal actieve gevallen is gedaald van 535 naar 521. Minister Amar Ramadan heeft laten weten dat er geen aandacht meer wordt besteed aan positief geteste personen die niet te vinden zijn, omdat zij niet meer in hun besmettingsperiode zijn. In Suriname zijn in totaal 1510 mensen positief getest en daarvan zijn er 965 genezen verklaard.